Support. Welkom bij het netwerkevent van Platform Zo ZZP. Vanmiddag komen we samen om krachten te bundelen, kansen te zien, te benutten, om zo sterker als ondernemer verder te gaan. ZZP'ers willen heel graag netwerken. En ze willen heel graag hun skills verder ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap. En we dachten, nou, wat is dan beter om een platform te faciliteren voor ZZP'ers waar ze elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en verder te bouwen aan hun ondernemersvaardigheden. Heel veel kansen. Zuidoost is booming, dat zeker. Maar wat we wel missen als ZZP'er, is dat we te bescheiden zijn. De visie van Zuidoost ZZP Platform is ondersteuning, ontwikkeling en professionalisering van de ondernemer. We kijken van waar is de behoefte van de ZZP'er, waar komt die in tekort. We kijken in het platform van wie heeft wel de expertise en zo dat we van elkaar kunnen leren. Dat is niet alleen een kwestie van halen, maar het kan ook zeker brengen zijn. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en deel die. Ook al zijn er misschien maar hele kleine kwaliteiten, vind je zelf. Ik weet zeker dat er iemand is die daar enorm grote behoefte aan heeft. En als je als ZZP'er met elkaar gaat werken, de koppen bij elkaar steekt, wees niet angstig, ga de strijd aan en maak een goed plan. Dus omgaan met weerstand en met afwijzing, dat ken ik. Dus heel veel kansen dus, en ook heel veel werk creëren. Suriname is een land in ontwikkeling, dat betekent zodra er sprake is van een land in ontwikkeling, zijn er legio van kansen. De vraag is, grijp je de kansen? Steun om als ZZP'er op te staan en ook succesvol te zijn, dat is heel moeilijk. Dus in die zin is zo'n platform ook heel belangrijk. En het gaat om jonge ondernemers of mensen die ZZP'er zijn, die een zekere vorm van ervaring, expertise hebben. Dus wij hebben het gezien als een mogelijkheid om deze groep Surinamers te benaderen, om ze te interesseren om in Suriname te investeren. Als ZZP'er zou je ervoor kunnen kiezen om in de zorg te gaan werken in Suriname. Of je zou kunnen kiezen om in de ICT te gaan werken. Ook al kan je niet komen om een bedrijf op te zetten in Suriname, je zou je bedrijf ook hier kunnen hebben, maar omdat je een bepaalde expertise hebt, zou je als consultant je bijdrage kunnen leveren in Suriname. We proberen eigenlijk voor de ZZP'er ook een win-win situatie te creëren. Wij hebben in dit geval de hotelaccommodatie en de vergaderfaciliteiten. En de ZZP'er heeft ook eigenlijk zijn netwerk en de bedrijven waar ze voor werken. En dat is voor ons als Apollo Hotels zijn ook een mooie ingang bij ons in de hotels. Wat wij willen is niet alleen ZZP'ers naar Curaçao halen, maar ook de Curaçaoenaars hier in Nederland sterker zien staan, ook als ZZP'er. Ik heb net een prachtige, hele jonge, Curaçaose jongen gesproken die een buiten sportiviteit heeft ontwikkeld, ja? Wat in Nederland booming is en hij wil dat als Curaçaoenaar heel graag ook naar Curaçao brengen. Nou, met dat soort contacten kun je weer verder, want dan kun je weer hem in contact brengen met ministers op Curaçao die verantwoordelijk zijn voor wijkontwikkeling. Maar ik heb ook gezegd, kijk ook naar de wereld.